De positie van de vrouw in de Surinaamse gemeenschap kan altijd beter. Hoewel wij het wereldwijd niet slecht doen, kampen vrouwen in ons land met vele uitdagingen gezien de economische crisis. Onze nieuwsdienst sprak ABO-parlementariër Miquella Huur in verband met de Internationale Dag van de Vrouw, die morgen 8 maart wordt herdacht. Als we kijken wereldwijd in die ranking van gender, die gap tussen man en vrouw, dus gendergelijkheid, dan zien we dat Suriname staat op plaats nummer 51 vanuit die ranking van 156 landen. Dus je ziet dan wel dat we niet helemaal op de bottom zijn. We zijn er wel, maar het kan altijd beter. Anno 2022 heb je veel alleenstaande mama's. Vele vrouwen zijn er die 4, 5, 6 banen moeten moeten houden om te kunnen zorgen voor hun gezin. Je hebt vrouwen die heel veel lijden aan huiselijk geweld. Het is in Suriname nog al te veel. We hebben allemaal die nare ervaring van vrouwen die om het leven worden gebracht door hun man. Asan dat moet stoppen. We zien ook dat taki umasma leidt ook onder armoede. Werkloosheid onder umasma is erg. Dus we zien dat in een economische crisis zijn we abilek sranang na een vrouw en vier moro. Omdat de man zeg maar meer kans heeft. Een man heeft meer kans om zich te ontplooien. Want man kan roken, kan doen bouwroken. Vrouwen kunnen dat ook, maar je ziet het niet zoveel. Toch? Waardoor mannen iets beter iets kunnen creëren, kunnen providen voor hun gezin. De vrouw die moet keihard werken. En we zien dat economische crisis, armoede, is echt veel bij de vrouw. Huur geeft aan dat binnen het parlement er wordt gewerkt aan de positie en bescherming van de vrouw. We werken er allemaal aan. We zijn recent bezig geweest met 2 wetten. Waar zijn arbeidswetten, weliswaar. Waar er gesproken wordt over 1 seksuele intimidatie op de werkvloer. Die link wordt gelegd op vrouwen, maar het kan ook voor mannen. Het is ook bestemd voor mannen. En die andere wet is de wet gelijke behandeling op de werkvloer. Waarbij wij ook de nadruk leggen op die gelijke behandeling tussen man en vrouw. Dus ook in het parlement zijn we bezig die positie van de vrouw op te trekken, zodat vrouwen echt wel die gelijkwaardige behandeling en de gelijkwaardige positie krijgen binnen die samenleving. Dus we zijn er nog niet, we zijn nog niet waar we moeten zijn, maar ik weet wel dat wij niet stilzitten. Het DNA-lid zegt dat vrouwen elkaar vaker moeten gaan opkrikken. In verband met de Internationale Dag van de Vrouw heeft zij de volgende boodschap. Zo kijk, mijn boodschap aan Surinaamse vrouwen is, ken uw waarde. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze acties en onze denken. En het moment u denkt dat u vooruit kan gaan, gaat u vooruit. Zit niet bij de pakken neer en stel u niet afhankelijk op van een derde. Maar sta op, steek je handen in eigen boezem, ook al bij je vrouw. Je hebt kracht, je hebt power. Er zit veerkracht in de vrouw. Een eigenschap van de vrouw is vooruitstrevend, doorzetten. Dat is wie een vrouw is. Wij creëren, we zijn creatief. Gebruik alles dat u gehad hebt van de Almachtige daarboven om een beter morgen voor uzelf te zorgen. En ik wil jullie allemaal sterken. Vrouwen, laten wij vrouwen ondersteunen. Kraak elkaar niet af, maar laten we elkaar ondersteunen. U weet, vrouwen, ze hebben iets, hè? We hebben iets, vrouwen. Wanneer een man een ander man tegenkomt, ook al kent die man de andere persoon niet, de manspersoon, ze groeten elkaar altijd of hebben echt een vriendelijke blik naar elkaar. Maar wij vrouwen, vaak genoeg, willen koesrefi, tof, skerai, of zonder dat je die persoon kent. Ik zeg, laten we iets open zijn naar elkaar toe als vrouwen. We maken heel veel mee. Als je iemand tegenkomt, die asma wan power wins in ons abing. Dus dat is mijn boodschap voor vandaag. Laten vrouwen opstaan voor vrouwen. En ik hou van jullie.